Hallo, ik ben Janneke. Ik kom uit Nederland. Zelf ben ik geboren in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Waar ik kunstgeschiedenis studeer. Ik hou heel erg van Amsterdam. Het is mijn favoriete stad. Wat ik het leukste vind van Nederland is de kunst die er vandaan komt. Vooral uit de 16e en 17e eeuw zijn heel veel mooie schilderijen gemaakt. Beroemde kunstenaars waar ik erg van hou. In Nederland hebben we ook heel veel leuke feestdagen. Wat ik het leukste vind is Sinterklaas. Op 5 december in de winter komt Sinterklaas naar Nederland toe vanuit Spanje. En neemt hij cadeautjes mee voor alle Nederlandse kinderen. Hij loopt op een wit paard over de daken. En brengt de cadeautjes naar de kinderen via de schoorsteen. Dus de kinderen zetten hun schoen 's avonds laat voor de open haard. Zodat ze daar 's ochtends een cadeautje in krijgen. Dat vind ik een van de leukste dingen in Nederland. Verder hebben we heel veel lekker eten in Nederland. 'S Avonds eten we vooral vlees, groenten en aardappelen. Aardappelen zijn heel erg Nederlands. Maar we hebben ook heel veel lekkere zoete dingen. Zoals pannenkoeken, poffertjes en natuurlijk stroopwafels. Zoals ik zei, vind ik de leukste stad in Nederland Amsterdam. Eigenlijk voel ik me meer Amsterdammer dan Nederlander. Dat hebben heel veel mensen in Amsterdam. Dat was het. That's it. Cool.